Verder ben ik in Amsterdam nog heel snel langs Lululemon gegaan. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en het is 6:55. Ik ga ontbijt maken. Hey, daar is hij weer. Na een week van afwezigheid. De wrap. Mijn ontbijt had echt de sneeuw op. Ik heb nu een espresso. En ik ga even kijken of ik tijd heb om op alle reacties te reageren. Van mijn blog is. Dat doe ik het liefst iedere dag. Maar nu gaat het niet goed. Waarom gaat hij niet gewoon openen waar ik hem wil? Ja, hier. Oh, ik kan mijn eigen stem echt niet horen. Ik probeer dat eigenlijk iedere dag te doen, maar het lukt niet altijd. Oké, top. Done. Douchen. Ik ben klaar. Ik heb een jurkje aan met ons coach. Jasje is van Zara. Het tas is van Gucci. Jasje is helemaal niet van Zara. Het jasje is van Goosecraft. En ik ga nu mijn auto wegbrengen naar de garage, want die moet zijn jaarlijkse beurt hebben. En daarna ga ik denk ik meteen door naar Amsterdam, want ik heb vanmiddag daar een lunchafspraak. En ik dacht, ja, ga ik gewoon 's ochtends daar werken. Want anders moet ik heen en weer. Ik krijg een leenfiets. Oké, na 26 miljoen omwegen zijn we er. In de spits rijden gaat echt nooit mijn favoriet worden. No spawn. Oké, we hebben een leenfiets. Let's do this. Op naar het station. Fiets in de stalling. Op naar het station. Oké, let's do this. Oké, de klok is edit en geüpload. Ik denk dat het tijd is om naar het station te gaan. Kijk, daar ligt hij. Ik vind het echt bizar hoe rustig het op dit station is. Het is nu bijna 10 uur. In Amsterdam is het zelfs gewoon wel gezellig. Het is inmiddels 11 uur geweest. Ik heb pas om 1 uur die lunch. Ik ga even een lekker tentje uitzoeken waar ik wat koffie kan drinken. En nog even wat werk kan doen. Ik ga de laatste jaren echt alleen nog maar met de auto naar Amsterdam. Dus echt het noodzaak om de auto nu bij de garage staat dat ik met het OV ben. Maar eigenlijk is het best wel fijn in de trein ook gewoon een vlog kunnen schrijven. En ik kan gewoon de hele dag nu in Amsterdam rondhangen zonder dat ik me zorgen over hoef te maken over de hoeveelheid parkeergeld die ik moet betalen. Dus al die dingen maken dit best een positieve ervaring. Koffie was lekker, lemon shortcake ook. Nu op naar Morgan en Mees voor de lunchafspraak met mijn YouTube agency. Ja, volgens mij. Oh, ik zie het al. Daar. Natuurlijk weer een half uur te vroeg. Dus ik zit in de bar van Morgan en Mees. Ga daar werken. Laat je links zien. Oh, nou, dit is het dan. Hij is iets groter geworden. Het is een slavenarmband. Oh, dan ik vind het echt de mooiste verlovingsring. Ik heb dus een verlovingsring gekregen. Ja, ruim 2,5 maand groot. Ik heb hem zelfs op een grote ring gedaan. Je grote? Ja. Hoe groot is jouw teen? Zijn dit heel klein dan? Ja, zeker. Die kleine maat 36, hè. Dus als ik hem op een grote teen... Nee, afgeleid. Ver afgeleid. Weet niks, is dat nu het volgende? Nee, absoluut niet. Je moet eerst nog laten bezinken dat het verlopen is. Weet je dat ik het in jouw vlog als eerste zeg? Ik heb nog niet het beeld moeten zeggen. Waarom niet? Ja, weet ik ook niet. Ik weet niet of het al moet zeggen. Nou, daar help ik wel mee. Waar is je camera? Ik heb steektaart besteld. Want daar kwamen deze briefjes bij. Oh, oké, dat was gezellig, lekker. En nu ga ik weer terug naar het station. Het is inmiddels 3 uur geweest. En als mijn auto klaar is vandaag, wat ik wel hoop, dan moet ik hem voor 5 uur ophalen. Dus ik moet nog een soort van opschieten. We zijn weer in Den Haag in de fietsenstalling en mijn auto is klaar, dus die ga ik nu ophalen. Ben ik weer in mijn racemonster. Ik moet alleen nu mijn telefoon opnieuw synchroniseren, zie ik. Dat is een beetje jammer. Ik ga naar de radio luisteren. Home, sweet home. Het is inmiddels 4:45. 4:45. En ik ben weer thuis. Het was een enerverend dagje. Ik heb echt het gevoel dat ik vanmorgen heel vroeg tot 's avonds heel laat ben weg geweest. Dat valt eigenlijk wel mee. Voor de meeste mensen is het een normale werkdag. Om 7:30 de deur uit en om 4:45 thuis. Dat is niet eens extreem laat. Maar ja, het heeft energie gekost. Verder ben ik in Amsterdam nog heel snel langs Lululemon gegaan. Dat is heel stom natuurlijk, want ik ga volgende week naar New York en er zijn Lululemon leggings veel goedkoper. Maar ik heb iets gezien waar ik echt al super lang naar op zoek ben. En ja, ze hadden dat. En het was uit een oude collectie, dus ze hadden ook nog maar eentje. En ik hoop dat de maat goed is, want het is een maat kleiner dan ik normaal draag. En ik ben niet, helaas, een maat kleiner dan ik normaal ben op dit moment. Dus het wordt spannend. Maar ik dacht, ik neem hem toch mee. Ik kan hem toch altijd nog terugbrengen, mocht de maat niet goed zijn. Ja, het is dit korte broekje. En hij heeft zakjes op de zijkant. En hij is zwart en hij is kort. Dus ik hoop echt heel erg hard dat deze goed past. Deze hebben ze op dit moment dus niet in de collectie. Dus hij is nu ook niet in New York voor een betere prijs. Die kans is heel groot dat hij er niet is. Dus dat is op zich, maakt dat het verhaal alweer iets beter. Oké, ik ga hem passen. Oké, tada, daar is hij dan. Volgens mij past hij wel. Waar hij het meest strak zit is hier op mijn bovenbeen. Daar zit hij wel echt redelijk strak. Maar op mijn buik zit hij gewoon goed. En hier zitten dus zakjes. Ja, hele diepe zakjes trouwens zelfs. Ik ga even kijken hoe het met mijn iPhone zit. Oké, die iPhone zit dus echt perfect. iPhone 6 in ieder geval, niet de Plus. Misschien moet ik de Plus ook nog even proberen, maar niet de marathon met de Plus gaan lopen. Dat is niet een beetje te zwaar. Hoeveel is som? Past de 7 Plus er ook in? Ja, helemaal weg. Oh, dit is wel echt heel fijn. Als ik hem niet in New York aantrek, dan is dit voor van de zomer ook echt super fijn. Ja. Ik denk dat ik €68 armer ga zijn. Want ik ga deze houden. Wat trouwens wel echt heel bijzonder is. Ik heb vandaag lekker met 10.000 stappen gehaald. Dat gebeurt me niet heel vaak. Zeker niet als ik de hele dag hier thuis aan het werk ben en niet aan het hardlopen ben. Niks zo veranderlijk als het weer in New York. Gisteren had ik nog een heel ander weerstaartje. Maar hier ben ik ook oké mee. Ja. Het wordt er niet beter op. Yay, nieuw nummer Selena Gomez in samenwerking met Marshmello. I'm feeling it. Good job Selena en Marshmello. En dan nu pasta en Netflix. En Selena staat nu al een half uur aan. Heel zielig, alleen op de bank. Oké, ik heb Netflix uitgespeeld. Ik ga lezen en slapen. Dankjewel voor het kijken en tot morgen.